Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar mijn video. Vandaag ga ik een kaskaartje maken. Kas staat voor clean and simple, dat zullen de meesten van jullie misschien weten. Dus het is niet heel ingewikkeld, maar ik vond het wel heel leuk om met jullie te delen. Ik heb dit kaartje gemaakt, het is echt heel simpel. Je zou het misschien nog af kunnen maken door bijvoorbeeld, ik had dat net al gedaan, maar ja, ik ben toch van dat simpelere. Bijvoorbeeld hier nog even een leuk strikje te maken. Dan kleedt hij net iets meer aan. Ik hou hem op deze manier omdat ik dat zelf heel leuk vind. Maar ik ga jullie even laten zien hoe leuk het is om te werken met die leuke stansjes van Sunny Studio. De fishtail stansjes. Ik had een leuk ideetje gezien. Zelf ook. Dit is niet mijn idee ook. Maar, of niet, het is natuurlijk wel op mijn eigen manier uitgewerkt. Maar ik had het leuke ideetje ook gezien. En ik denk dat is misschien wel ontzettend leuk om even met jullie te delen. Natuurlijk heb ik daar natuurlijk wel mijn eigen draai aan gegeven. Dus ik ga even laten zien hoe ik dit kaartje heb gemaakt. Super simpel. Ik ben begonnen. Oh, daarbij heb ik dit stempelsetje gebruikt trouwens. Super schattig van MFT. My Favorite Things. Very Special Birthday. Dat is wel een van mijn favoriete stempelsetjes eigenlijk. Nou, even kijken of ik goed in beeld ben. Dus ik ga even staan. Dat ik hem even ietsje hoger ga zetten. Zo. Dan is het iets beter te zien. Nou, ik ga starten met een stuk kartstok. En die is, als ik het goed heb, 10,8 breed. Ik had hem op 10,8, maar mijn lineaal zegt 10,7. En mijn snijbord zegt 10,8. Maar 10,8 moet die breed zijn. En nou, ik heb hem aan de onderkant van een A4 gesneden, dus hij is 21 hoog. Nou, dat laat ik eerst zo, er komt straks nog wel een stukje af. Nou, wat ga ik doen? Ik heb één stansje al losgeknipt, dat is deze. Met het stikrandje erop. En die leg ik erop. Dan zet ik hem natuurlijk vast. Met een stukje mallettape. Kijk of hij mooi recht staat. Zo. Nou, gaat hij door mijn machine natuurlijk. Ik heb gewoon stevig wit kartstok. Je kan een ander kleurtje nemen natuurlijk. Nou, gaat even lawaai maken. Komt hier hoor. Zo. Nou, dan komt hij eruit in twee delen. Je zou hem er nu nog een keertje door kunnen halen. Dan krijg je een leuk los strookje. Even voorzichtig loshalen. En dan ziet het er zo uit. Dit is dus een gewoon puntje. En hier zit dan dat leuke stikrandje in. Nou, ik ga ze in dit geval beide gebruiken. Wat ga ik nou doen? Ik ga een leuk stukje designpapier uitkiezen. In dit geval ook van My Favorite Things. En zal ik dezelfde doen of zal ik een ander doen? Ik zit al even te denken. Ik vond diezelfde wel heel leuk. Nou, ik heb deze nog over. Dus die. Nee, die is te klein. Ik ga een ander uitzoeken. Ik heb hem bij deze namelijk niet helemaal geplakt. Heb ik een afstandje gedaan. Maar als je van heel dichtbij kijkt, zie je dus die streepjes er wat doorheen. Dat is niet erg. Maar dan is het mooie dat hij helemaal is. Op afstand zie je dat niet. Dus het is natuurlijk niet een probleem. Je kan ook een kort stukje nemen. Maar ik ga hem nu wel even helemaal bekleden. Kijken wat een mooi printje is. Deze is misschien ook wel leuk. Want ik ga even mijn stempeltjes zoeken. Ik had al een plaatje, plaatje ingekleurd. Een roze staartje. Er zijn zoveel leuke printjes in dat ik het gewoon moeilijk vind. Ik wil wel een printje die een beetje... die er een beetje uitspringt, want dan, omdat het een vrij wit kaartje is, vind ik het wel leuk dat hij net even iets meer, dat streepje er dus uitspringt. Nou, wat ga ik doen? Ik leg dit, nou, ik leg hem in dit geval aan de rechterkant van mijn papier, die leg ik erop. En deze leg ik er ook op. Op de afstand, hoe ik hem wil. Nou, je kan natuurlijk een mooie brede streep doen.
Ik ga vast even een stapje verder wat ik zo meteen ga doen. Dan hebben jullie een beetje inzicht van hoe je de afstand gaat bepalen. Ik heb de A6 stand nog van Caroline Design in dit geval erbij gepakt. Daar zit ook dat mooie stiklijntje aan. Want daarmee ga ik hem straks uitstansen. En dat leg ik zo ver mogelijk naar mijn rechterkant neer. Zodat het hoekje hier de ruimte wat groter wordt en hier wat korter. Dan krijg je een beetje een asymmetrisch effect. Dus zo ga ik bekijken hoe ik hem wil. Nou, ik hou van veel wit, maar in dit geval vind ik het ook wel mooi dat hij wat kleuren laat zien. Dus deze heb ik denk ik een centimetertje tussen gelaten en deze ga ik iets breder doen. Hoewel, nee, ook gewoon ongeveer een centimeter. Dat vind ik toch het mooist. Ik zorg dat tegen de kant aanblijven van mijn designpapiertje. Even kijken of ik niet buiten beeld werk. Nee. Zo, tegen de zijkant aanblijf van mijn designpapiertje, zodat ik zie wat ik doe. Dan kun je dat op twee manieren doen. Dan kun je zeggen van, nou, ik leg dit vast met een tapeje. Ik zit er nu niet zo recht voor, dus ik hoop dat hij een beetje recht is. Als je hem zo vastzet, dan gelijk die erop. Dan heb je het minst verlies van je designpapier. Je kan ook zeggen, ik plak deze en deze vast op mijn designpapier. En dan snij ik hem in één keer door mijn machine. Maar dan mis je een stukje meer van je designpapier. Dus doe hoe je dat zelf het makkelijkst vindt. Nou, ik ga hem op deze manier nu zo doen. Net heb ik het op de andere manier gedaan. Ik zet hem vast. Zorg dat hij goed vast zit. Dan pak ik mijn A6 malletje. En dit is het formaat van ongeveer... nou, ongeveer 8,5 centimeter bij 12, kijk er bijna schil van, bij 12,8 ongeveer. Nou, die leg ik erop. Nou, dan kijk je, wil je de onderkant meer ruimte of de bovenkant meer ruimte? Je zou ook kunnen zeggen, ik ga hem zo gebruiken. Is natuurlijk ook heel leuk, overdwars. De pijl die kant op. Is natuurlijk ook ontzettend leuk. Oh, misschien in dit geval ook wel leuk. Deze heb ik gewoon rechtop gedaan. Dan doe ik deze over dwars. Ja, ik denk dat ik dat leuk vind. Dus dan... ik wou hem eigenlijk een beetje meer hier natuurlijk. Want ik wil een korte hoek aan deze kant dan. Nu zit ik er overheen. Dat kan natuurlijk niet. Nee, vind ik niet mooi, want dan zit mijn streep niet goed. Ik kan het nog verleggen. Ik hou het gewoon zoals ik hem had. Even kijken, moet niet te ver naar onderen gaan, want je moet kijken dat je niet voorbij je designpapier komt natuurlijk. Nou, het is niet een ramp als je voorbij je designpapier komt, alleen wat ik net al zei, als het doorschijnt, dan zie je, dan zie je het op één stukje niet en op een stukje wel. Nou, ik leg hem er zo op. Ook die zet ik vast. En dit gaat in zijn geheel door mijn machine. Zo. Ik dacht, ik ga vandaag eens even lekker aan de knutsel. Het is geen weer om naar buiten. Tenminste, het blijft maar triest. Even de machine aan. Dus ik dacht, ik ga maar weer eens lekker aan de knutsel. Zo. Nou, even voorzichtig afhalen. Kijk, en nu heb je dus het minst verlies van je designpapier. Nou. Zo. Nu halen we deze er ook af. Voorzichtig. Zo. Die zetten we weer terug. En dan ziet hij er zo uit. Nu zit het natuurlijk nog los. Dus dat moeten we nog vastlijmen. Dan ga ik dit ook voorzichtig loshalen. Gelijk even kijken of ik nog binnen beeld werk. Ja, een heel klein stukje. Die ook los. En dan ga ik ze vastzetten. Nou, omdat de onderkant nu natuurlijk een goede afstand bepaalt, zet je hem gewoon vast tegen de bovenkant aan. Dat doe ik gewoon met lijm. Je zou er ook voor kunnen kiezen, wat ook heel leuk is, om bijvoorbeeld alleen te zeggen nu, ik doe alleen de onderkant.
dat je hem zo hebt. Dan heb je natuurlijk ook een hele vrolijke kaart. Is misschien ook wel leuk om te doen. Hè? Nou, wil je dat niet doen? Zoals deze. Dan plak je deze hierop. Dan heb je hetzelfde als, als dat ik hem hier heb gemaakt. Wil je dat nou niet? En zeg van, nou, ik vind hem zo ook wel leuk. Eigenlijk vind ik hem zo ook wel leuk. Als ik heel eerlijk ben, dan heb je net eventjes wat meer kleur breng je weer naar voren. Ik hou niet zo van drukke kaarten, maar ik denk dat ik het in dit geval zo laat. Er komt natuurlijk nog een mooie witte achtergrond achter. Even kijken, er zit nog een briefje liggen, moet nog op maat. Maar... ik vind hem zo ook heel leuk. Ik ga hem zo laten. En dan doe ik hier straks een leuke tekst. Dus die plak je er dan op. Nou, dit deeltje kan je natuurlijk bewaren. Die kan je ook op een andere kant weer plakken. Of in een hoekje. Dan krijg je ook hele leuke hoekjes mee. Het is echt een heel leuk setje. Er zitten verschillende vormpjes in. Een kartelrandje. Gewoon een rechte. En ook nog eentje met die stik. En natuurlijk en eentje met een stippeltje. Dus krijg je hele leuke gevarieerde randjes mee. Nou, ik ga de onderkant erop plakken. Zo, kijk, en zoals je ziet, ik heb deze meegestand, zie je hierboven ook gewoon het stikrandje van die mal van Carlijn doorlopen. Nou, dan pak ik mijn stempelhulp. Ach, op zich kan iedereen dit natuurlijk ook wel zelf bedenken, maar ik vind het wel leuk om, om een kaartje filmen te maken, gezellig. En de ideetjes te delen. Nou, wat ik al zei, ik probeer altijd als ik iets zie, want ik... oh, een beetje smerig. Kom maar, ja, mijn plaatje komt er overheen. Ik zie natuurlijk ook wel eens wat, maar ik probeer wel altijd mijn eigen draai eraan te geven. Ik zeg altijd, het wiel is al uitgevonden natuurlijk. Dus echt iets nieuws bedenken. Ja, het kan natuurlijk met een nieuw malletje of iets. Maar er is al zoveel. En ja, om terug te zoeken wie wat gemaakt heeft. En waar en hoe laat en wanneer. En namen vermelden. En natuurlijk is het leuk als je iets identieks namaakt. Dan, dan vermeld je even een naam erbij. Maar ja, het wiel is al uitgevonden, hè, zeg ik altijd maar. Nou, dan zet ik hem erop. Ik leg mijn plaatje die ik ingekleurd heb. Met mijn Copic markers leg ik vast op de positie waar ik hem wil. Dan pak ik mijn stempeltjes erbij en dan kijk ik even wat voor leuke stempeltjes, teksten. Nou, ik pak gewoon hetzelfde set erbij. Ik had bij deze als surprise gedaan, omdat ik het wel heel leuk vond. Nou, dat beertje komt natuurlijk als surprise uit de doos. Bij deze zou ook wel wat anders kunnen. So much cake, so little room. Happy birthday. Wat ik ook altijd heel leuk vind bij zo'n schuine kaart, is om de tekst scheef te zetten langs de bovenkant. Hè? Dat is ook heel leuk. Maar dat doe ik bij een ander kaartje. Bij deze niet. De prijs is wat groter. For a very special friend. Dat zou kunnen. Dan moet iets omhoog. Nee, dat lukt niet. Of dat zou natuurlijk kunnen. Dan doe ik die hierboven in een wit bannertje. Is misschien ook wel leuk. Gaan we even uitproberen. En dan hier. So much cake, so little room. Dat vind ik sowieso een leuke tekst. Ik doe dit altijd met de stempelhulp. Zodat ik zeker weet. Dat als hij niet goed stempelt. Dat ik hem nog een keer kan doen. Zo. Best wel fijn. Mooie scherpe achterdrukjes mee. Komt dat beertje hierop? Nou, dat vind ik heel leuk. Ik moet natuurlijk ook nog een achterkantje hebben. Ik ben nog niet helemaal klaar natuurlijk. Dan zit ik nog te denken of ik hier nog een tekst op wil in het wit. We gaan gewoon even kijken of dat leuk is. Ik snij even een strookje
wit af. Gewoon even een beetje, hoppakee. Dan kijk ik gewoon even of ik dat leuk vind. Ik heb hier wel 5 scharen om me heen liggen. Ik ben altijd mijn schaar kwijt. Het zal vast herkenbaar zijn. Dat hier nog een tekst komt. Nee, dat vind ik niet leuk. Dus dat doe ik niet. Erg, hè? Nou, dan ga ik eromheen. Ik wil er natuurlijk een dubbele kaart van maken, net als hier. Dus dan meet ik altijd even de stans op. Die is 8,5. Dus dan wordt het... acht en een half. 9 plus 9 is 18. 18 centimeter bij... bij 13,3. 18 bij 13,3. Nou, een stuk papier. Kijken of dit genoeg is. Ja, precies genoeg. 18 bij 13,3. Dubbel. Lijkt net of hij niet groot genoeg is, dus ik zal hem zo even nog nameten. Vouwbeen. Ja, hij is wel goed. Nou, dan plak ik die op de achterkant. Die visteelstansjes die zijn zo leuk om te gebruiken. Krijg je een leuk effectje in je kaart. Super simpel. Biertje erbij op. Zo. Nou, eigenlijk is hij zo al heel leuk. Je zou kunnen zeggen van, nou, misschien wil ik hier nog wat witte sterretjes plakken. Ik ga even kijken of ik die heb. Nee, alleen sneeuwvlokjes. Oh nee, ook sterretjes. Even kijken of dat leuk is. Nee, die zie je bijna niet terug, hè. Het zou kunnen, dan haal je het wit weer wat terug. Het valt niet echt heel erg op. Ja, twijfel ik dan weer over. Ik vind het dan altijd zelf alweer gauw te druk. Maar veel mensen houden daar natuurlijk wel van. Iets aangekleden. Even kijken. Even wat verschillende kleurtjes. Het is een mix die ik in mijn bakje heb. Dus ik moet ze er even uit prutsen. Misschien toch wel leuk, hè, om te doen. Twijfel, twijfel. Deze doe ik niet. Dat vind ik niet mooi. Nou, zo kan ik nog wel een kwartier gaan denken of ik het wel of niet doe. Ik doe het niet. Maar je ziet zoals het staat wel heel leuk. Maar nou ja, jullie weten van mij inmiddels dat ik van kaal hou. En ik laat hem gewoon bij deze. Laat ik het gewoon zo. Maar dit was eigenlijk even een simpel filmpje van hoe leuk die visteeltjes werken. Ik zou jullie ook nog wel even kunnen laten zien hoe die anderen eruit zien. Nou, die met stipjes, die, dat kan je je voorstellen. Dat wordt eigenlijk hetzelfde, alleen dan met stipje. Hier, dit is een gewone rechte waar geen effect in zit. Dan zal ik even mijn tangetje pakken. Dan zal ik nog even het karreltje laten zien. Hoe die er uit de stansmachine komt. Nou,
ik heb nog wel meer leuke ideetjes met deze. Dus dit wordt vast een van mijn favoriete stansjes. Nou, die leggen we even hierop. Zet hem even vast. Platen zijn ook nodig aan vervanging toe. Nou, daar gaat hij. Lawaai. Nou ja, eigenlijk moet je hem dan hier afsnijden, maar even voor het idee. De ene kant komt er op deze manier uit. Een heel, even kijken, heb ik het in beeld? Heel mooi fijn, fijn karreltje. En de bovenkant op die manier. Dus dat is ook een hele leuke om het weer mee te doen. Maar je kan er natuurlijk ook heel veel andere dingen nog mee. Hè? Wat ook heel leuk is, is meerdere driehoeken uitstansen. Elke keer. Of punten, zeg maar. Zo, van ongeveer een centimeter. En die dan boven elkaar vouwen. Dan krijg je ook weer een heel leuk effect ermee. Dus ja, je kan er best wel heel veel mee. Maar ik ga er nog lekker mee aan de slag. En misschien komt er nog wel eens een keer een filmpje van voorbij. Nou, ik wil jullie nu in ieder geval weer hartstikke bedanken voor het kijken. Mochten er vragen zijn, stel ze gerust. En ik zou het leuk vinden als jullie me een duimpje geven. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, dan zou ik dat natuurlijk ook heel erg waarderen. En suggesties, vragen, ideeën, altijd welkom. Ik wens jullie een hele fijne dag en tot een volgende keer. Doei doei!